Na amper een jaar na de grandioze opening heeft de familie Meiland al besloten om pension Code Rosé van de hand te doen. Martin onthult nu eindelijk waarom ze deze verrassende beslissing hebben genomen. Erika en Martin waren aanvankelijk van plan om het pension voor lange tijd te behouden. Na de hectiek van het châteauleven in Frankrijk, waar gasten voortdurend om hen heen waren, leek het pensioen een welkome verandering te bieden. Hier kan ik tenminste weer terug naar mijn eigen huis, vertelt Martin in een recent interview. In het château was het maandenlang non-stop, dat was gewoon niet vol te houden. Echter, zelfs het runnen van een pension bleek uiteindelijk niet de juiste keuze voor de familie. Martin deelt zijn ervaring: ik heb een hele maand lang elke ochtend het ontbijt verzorgd, zowel door de weeks als in het weekend. Hij staat elke dag om vijf uur ochtends op om vervolgens acht gasten te bedienen. Martin gaat zelfs nog een stap verder door met de gasten op de foto te gaan. Voor hem is het geen optie om alleen voor het fotomoment naar het pension te komen en het ontbijt door personeel te laten verzorgen. De gasten komen immers speciaal voor het ontbijt dat door de familie wordt geserveerd. We hebben echt geweldige gasten. Het draait helemaal niet om hen, legt Martin uit. Toch staat hij dag in dag uit met enige tegenzin de gasten te bedienen. Ik vind het gewoon niet meer leuk en als ik iets niet leuk vind, dan houdt het op. De aankondiging van de verkoop van het pension heeft behoorlijk wat reacties losgemaakt bij de volgers van Martien. Een bezorgde volger deelt, wij hebben al geboekt voor augustus als verrassing voor de zestigste verjaardag van mijn vader. Ik hoop dat jullie er dan nog zijn om mijn vader te verrassen. Een andere volger vraagt zich af, ik heb al geboekt en keken er naar uit, maar nu vraag ik me af of het nog zin heeft om te gaan. Kan ik mijn geld ook terugkrijgen? Het lijkt erop dat de Meilandjes een nieuwe wending hebben genomen in hun avontuurlijke ondernemersreis.